Ik hou me wel een beetje bezig met de wijk. Dat vind ik wel belangrijk. Ja, zo iets met de kleren en de glijbaan. Ja, iets ook voor wat ouderen en wat jongeren, wat combineert. Met het projectteam proberen we alle mensen te betrekken bij de nieuwe inrichting. Vooral de hofjes, zoals je die hier ook ziet. Willen we van iedereen weten wat hij daar leuk aan vindt en wat er verbeterd kan worden. Het betere steeg is verlicht. Tussen waar ik woon, aan de ene voorkant en de andere kant. Kijk hierachter. Het is donker. Dus ja, dat is aan de linkerkant. Ja. Daar zijn we. Precies. Ja, als het dan op het verkeerterrein blijft, dan is het nog oké. Okay, maar als het op een gegeven moment... Dat we dat dan een beetje mixen, zoals je ook wel dichtbij. Heel veel toestellen die zijn of vernieuwd, of die zijn voor de wat jongere jeugd. Maar echt voor de oudere jeugd, ja, dat zie je hier toch wel weinig hier al. Alleen wat ik zeg, dat zou het één richting verkeer kunnen maken. Dat vind ik een heel goed idee. Gewoon een rondje rijden. Het zijn belangrijke dingen die er moeten gebeuren. En wat gezelliger maken. Een meneer, een buurman, die ons bezig zag in de kou. En die een grote schaal met eten kwam brengen om ons een beetje een hart onder de riem te steken. Nou, dat is echt top. Dat zijn echt leuke ontmoetingen. De ideeën die we nu ophalen van de mensen verwerken we in ons ontwerp. En met ons ontwerp komen we ook weer terug in deze buurt. En kunnen mensen zich nog eens uitspreken over wat er gaat gebeuren.